beste luisteraars en welkom bij de tweede radio-uitzending van Young Discovery. Mijn naam is Rembrandt. En mijn naam is Annika. Met vandaag in de uitzending Egeltjes in Nood, nu de temperaturen zijn gestegen. We nemen een kijkje bij History in Concert en we worden meegenomen in een virtual reality beleving. Maar eerst gaan we het hebben over angst. Halloween is over 2 weken en dus komen de horror-events weer op. Walibi Fright Nights, spooktochten en zelfs McDonald's heeft een horror McDrive. Maar waarom kicken we zo op horror? En wat is er nou zo leuk aan het bang maken van jezelf? Ik sta hier voor misschien wel Nederlands bekendste spookhuis, namelijk de Amsterdam Dungeon. You are going into the dungeon. Do you think it's scary? A little bit. Why would you go in there if it's scary? Why would you frighten yourself? Just for fun. Yeah. You like it to frighten yourself? Yeah. Are you afraid of it? No. I'm scared? No? No. And I think it's your daughter? Yes. Yes, how old is she? 8. Meinst du hast angst? Weiß ich nicht. I don't know. Yeah. Loopt hier een meisje van 8 loopt nu naar binnen. En ik vroeg net aan haar vader of hij even wil vragen of ze bang is. En toen keek ze me aan en zei ze... Nah. Ze schudde een beetje met haar hoofd. Dus ik weet niet of dit helemaal de geschikte attractie is voor haar. Lisanne, wat doe jij hier in de dungeon? Ik ben een commercieel medewerker. Ik help de mensen naar binnen en zorg dat alles goed geregeld is. En waarom denk je dan dat mensen hier naartoe gaan? Nou, het is best wel een populair ding, zeg maar, het horrorachtig iets. Ik denk dat mensen, ja, die willen tegenwoordig echt heel graag bang zijn voor iets. Oké, mensen willen blijkbaar graag bang zijn, maar de echte reden kunnen ze me niet geven. Ik bel de psycholoog Marianne de Jong op voor een uitleg. Dat heeft alles te maken met de adrenalinekick die je ervan krijgt. Je voelt je daarna eigenlijk een beetje high. Hè? Dat voelt eventjes heel lekker. Hè? Dus er komt allemaal stofjes vrij in je lichaam, zeg maar. En die voelen heel lekker. Hè? Dat kan een klein beetje verslavend zijn. Wanneer je dat niveau bereikt, ja, dat verschilt weer tussen mensen. Hè? Ik bedoel, er zijn mensen die vinden een reuzenrad al heel eng en komen daar niet in. Maar er zijn ook mensen die gaan bungee jumpen of zo. Dan is de reuzenrad nog niet spannend genoeg. De reden is dus de adrenalinekick. Maar voor sommige mensen wordt de spanning soms wat te veel. Ja, ik heb een aantal mensen die naar buiten komen die het niet aandurven. En die hier bij mij komen zitten op het terras. Ja, ja, ik troost ze een beetje en geef ze een glas water. Ja. Nou Rembrandt, wat is eigenlijk jouw grootste angst? Nou, ik ben bijvoorbeeld helemaal niet zo bang voor horrordingen. En zo'n Walibi Fright Night lijkt me ook wel echt hartstikke leuk. Maar weet je waar ik echt bang voor ben? Voor slangen. Zo. De dierenambulance en de egelopvang hebben hun handen vol aan alle kleine egeltjes die extra hulp nodig hebben voor de winter. Onze verslaggeefster ging langs bij Marieke Jeninga van dierenambulance over Gelder om te kijken wat er nu eigenlijk aan de hand is. Het belangrijkste is om te weten hoe zwaar een egeltje is. Als die onder de 100 gram is en de ouders zijn niet in de buurt, of de moeder dan, dan is het belangrijk om ons gelijk te bellen. Veel kleine egeltjes hebben het zwaar. Maar hoe komt dat nu eigenlijk en wat kunnen we eraan doen? Ik zocht het uit bij dierenambulance over Gelder. De kleinste middenin. Wat jij wilt, jouw feestje. Ga jij middenin. Eentje. Maar wat is nou eigenlijk precies het probleem voor deze egeltjes? Dit jaar is ze echt extreem, vooral met de kleine egeltjes die door de moeder worden achtergelaten. Vanwege het weer, dan gaan de moeders, ze hebben toch in september, wat heel laat is, hebben ze een egeltjes gebaard, zeg maar. En ja, dat is eigenlijk een beetje laat en de moeders die verlaten de kinderen eigenlijk een beetje te snel. Waardoor we met heel veel jonge egeltjes zitten die heel zwak zijn en heel veel verzorging nodig hebben. Wat kan je zelf het beste doen als je een nestje vindt? Het beste is als je een nestje vindt, om het even in de gaten te houden, dat de moeder nog wel in de buurt is. Want meestal is die nog wel in de buurt. Mocht het zo zijn dat je toch het idee hebt van ze zijn heel koud en ze zien er niet heel gezond uit, dan kan je altijd de dierenambulance bellen voor advies. En meestal komen wij gewoon de egels ophalen.
Maar er bestaan ook nog steeds misverstanden over babyegeltjes. Meestal denken mensen dat ze jonge egeltjes niet kunnen oppakken. Dit kan gewoon wel, ook al is er een moeder in de buurt. Het is eigenlijk alleen bij jonge hazen zo dat je ze niet... En bij eekhoorns bijvoorbeeld, als je die oppakt, dan zit de geur er wel aan, waardoor de moeder ze kan afstoten. Bij egels is het niet het geval. En als je nou toch zelf iets wil doen? Nou, is het mogelijk om bijvoorbeeld een beetje kattenvoer, nat kattenvoer in de tuin te zetten, met een beetje water erbij en eventueel wat kittenbrokjes. En dan zo kan je de egels een beetje bijvoeren. Goeie reis! Ja, bedankt. Hey, succes. Doeg! Ja, en we blijven nog even in het bos. Het is namelijk de Week van het Landschap. En dat wordt landelijk gevierd door de gemeente. Het is dus een goed moment voor jong en oud om de natuur eens van dichterbij te gaan bekijken. Boswachter Ben Oosting nam ons mee op pad. Ik sta momenteel aan de Amsterdamse weg. En achter mij bevindt zich het landgoed Lichtenbeek. Op dit landgoed word ik zo opgehaald door boswachter Ben Oosting, die mij een rondleiding geeft over het Gelders landschap. Het landschap hoeft geen verhaal. Waarom niet? Het landschap maakt zijn eigen verhaal. Als de zon schijnt en die schijnt door de bomen, krijg je natuurstrepen. Zie je? Ja. Licht invalstrepen. Dat is schoonheid. Als het herfst wordt, dan gaan de kleuren gaan veranderen met bladeren. Dat is schoonheid. Nou, is het ook de Week van het Landschap? Is dit bijvoorbeeld ook een mooi initiatief voor mensen om juist een keer die natuur te gaan zien? Altijd. Dit is de Week van het Landschap, dan is het interessant uiteraard. Maar het is altijd, de natuur is altijd interessant. Nu is hij wel extra mooi, omdat met name het mooie weer en de natuurkleuren. Maar ik hoop dat mensen het jaar rond naar de natuur in gaan. Alleen we besteden er nu wat extra aandacht aan. We zijn net uit de auto gestapt en ik loop nu met boswachter Ben Oosting een stukje in het bos. Ben, waar kan je mij... Op wijze hier? Ik kan je hier wijzen. Kijk, dit is een jonge aanplant. Hebben we nieuwe bomen. De oude opstand hebben we weggehaald. Hebben we nieuwe bomen geplant. Ja, en hoe verraadt de natuur zich nu, oftewel het ree hier, dat hier loopt? Nou, dat is eigenlijk niet zo moeilijk, want dat doet hij op bijna hier de vierkante meter. Ja. Hier zien we afgevroten Amerikaanse eiken. Je kunt dus zien dat het eigenlijk geknipt is. Daar staat er nog een, daar in de verte. Zie. Ja. Dan komt hij bijna iedere dag komt hij daar even een hapje van doen. Een ree is een snoepert, die gaat overal een klein beetje eten. En zo verraadt hij zich. Ja. Dus je hoeft ook niet van het pad af, maar als je langs het pad loopt, dan kun je altijd zulke sporen zien. Ja, de reeën verraden zich hier dus, want de planten die hier staan, daar is flink van gegeten. Er zitten grote gaten in. Dus het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is maar om je heen te kijken. En hoe lang is uw dag dan ongeveer? 8 uur per dag. Ik werk 40 uur in 7 dagen. U heeft dus ook in het weekend gewoon werk? Ik heb een weekend, kan ik ook werk hebben. Ik ben alleen in principe. En ik ga en kom wanneer ik denk dat ik er moet zijn. Precies, want de natuur houdt natuurlijk nooit op met leven. De natuur houdt nooit op met leven. Het verveelt ook nooit, maar het houdt ook nooit op met leven. Op dit moment loop ik nog in mijn eentje rond op een prachtig belicht bospad dat nauwelijks meer te zien is door de vele herfstkleurige bladeren van oktober. Om mij heen hoor ik de vogels fluiten en tot diep in het bos is er gekraak te horen. Het enige wat u dus hoeft te doen is uw ogen te openen en te luisteren naar de natuur. En dat kan zeker tijdens deze Week van het Landschap hier op het Gelderse Landschap. In Apeldoorn, Deventer en Noord-Holland wordt er geëxperimenteerd met slimme verkeerslichten. Maar wat houdt dat precies in? En hoe werkt een slim verkeerslicht? Wij zochten het uit. We rijden hier nu op een kruispunt in Apeldoorn waar slimme verkeerslichten het verkeer regelen. En we gaan een paar keer testen of we dit kunnen merken. Nou, hier aan de rechterkant van de weg staat een bordje waarop staat aangegeven dat er hier getest wordt met slimme verkeerslichten. Nou, ik zie in ieder geval nog geen optische verschillen. Het lijkt gewoon eigenlijk een normaal kruispunt. Gelukkig kan John Steendijk, die projectleider is van slimme verkeerslichten in Noord-Nederland, ons uitleggen wat het verschil is tussen een normaal verkeerslicht en een slim verkeerslicht. Het grote verschil tussen een slim verkeerslicht en een normaal verkeerslicht is dat een slim verkeerslicht kan communiceren met voertuigen.
aan de andere kant kan een slim verkeerslicht ook informatie ontvangen vanuit voertuigen. Dus een slim voertuig kan horen van voertuigen wanneer ze aankomen. En dan kan die bijvoorbeeld onderscheid maken tussen komt er één auto aan of komen er 10 aan. Waardoor die ook weer anders kan gaan regelen. De provincie Noord-Holland doet nog andere proeven met het slimme verkeerslicht. John vertelt kort welke andere test er recentelijk is uitgevoerd. Een week lang hebben we in september een proef uitgevoerd. Waarbij in een treintje auto's, 7 auto's, op een provinciale weg hebben gereden, de N205. En dat heeft te maken met het slimme verkeerslicht. Dus de auto's reden met z'n 7 achter elkaar en de auto's konden zelf met een soort slimme cruisecontrol afstand houden. En dat deden ze door met elkaar te communiceren. Dat was één deel van de proef. Het andere deel was dat ze ook nog communiceerden dus met het slimme verkeerslicht. Dus op het moment dat de auto's eraan kwamen, dan kregen zij vanuit het verkeerslicht een signaal. Ik sta nu op rood, ik ga dan op groen. Of ik sta nu op groen, ik ga dan op rood. En het treintje kon aangeven, wij komen eraan. Waardoor het verkeerslicht, als het al op groen stond, het licht wat langer op groen kon houden. Waardoor het hele treintje door groen kon rijden. En wanneer weten we dan of deze aanpak ook echt zorgt voor meer doorstroom en veiligheid in het verkeer? De analyse daarvan, die komt beschikbaar eind november. Deze test wordt gedaan om te kijken of op deze manier de doorstroom en verkeersveiligheid verbeterd kan worden. Maar een verkeerslicht, dat communiceert met een auto. Hoe werkt dat dan eigenlijk? Dus dat is gewoon via het mobiele netwerk. Dus dan maakt de auto contact via, eigenlijk dat is je mobiele telefoon. Niet direct met het verkeerslicht, maar dan gaat het helemaal via het mobiele netwerk. Het is dus afwachten tot eind november voordat we weten of we binnenkort allemaal auto's hebben die kunnen communiceren met verkeerslichten. Tot die tijd blijven we ons nog even ergeren aan wachten voor een rood stoplicht. En dan nu kort het nieuws. Rokers, opgelet. Probeer je al tijden te stoppen, maar wil het niet lukken? Daar kan binnenkort misschien verandering in komen. Want stoppen met roken blijkt succesvoller te zijn als je een beloning krijgt van je baas. Zit je 's avonds lekker te binge-watchen op Netflix, dan ben je niet de enige. Sterker nog, iedere minuut krijgt de streamingdienst er 53 klanten bij. En daarmee groeit Netflix veel sneller dan gedacht. En dan nu wat sportnieuws. Bij FC Utrecht is het flink cashen. De eredivisieploeg van trainer Dick Advocaat heeft ten opzichte van vorig jaar 3,5 miljoen meer winst geboekt. Er is nieuws over de Brexit-onderhandelingen. De Brexit-top die plaats zou vinden op 17 en 18 november is van de baan. De leiders van de 27 EU-lidstaten hebben de top afgelast omdat ze vinden dat de Britse premier Theresa May te weinig vooruitgang heeft geboekt. Mocht je binnenkort op zoek zijn naar je eerste woning, dan is er slecht nieuws. Starters komen namelijk steeds moeilijker aan een huis. Dit heeft onder andere te maken met de grotere concurrentie van mensen die al eerder een huis hebben gehad en die op zoek zijn naar wat anders. En dan opvallend buitenlandnieuws, verbazing in Japan, want daar bloeien momenteel kersenbloesems. Op zich niks bijzonders aan, maar wel als je bedenkt dat de bloesem normaal gesproken alleen in de lente tot bloei komt. En dit heeft weer alles te maken met het warme weer. Tot zover het korte nieuws. Dat de grote geschiedenisverhalen ook op straat kunnen liggen, bewijst ook de boot de Kamperkogge. Tijdens de 80-jarige oorlog speelde de boot een grote rol in de Nederlandse handel. NPO 3 zond hier een documentaire over uit en sindsdien staat de boot weer in volle belangstelling. Young Discovery ging een dagje meevaren om te kijken hoe een vaartocht op de historische boot eraan toe gaat. En nu we varen is Eefje op een bank gaan staan en die heeft een papiertje in de hand. Dat moet je even uitleggen. Ja. Nou, dit is een papiertje met daarop de reisbeden voor de schepen. Vroeger deden ze dat vaak. En de beschermheilige was Sint-Nicolaas. Die kennen we allemaal, maar hij is dus ook beschermheilige van de varenden. En die reisbeden, dat is dan een soort verhaal? De reisbeden is eigenlijk meer een goede wens, hè, om te zorgen en te hopen dat mensen veilig weer terugkwamen. Vroeger waren ze natuurlijk maanden en maanden achtereen weg. En er kon van alles gebeuren op een schip. Dus vandaar dat hij vaak werd uitgesproken. Maar het is wel heel mooi om te doen. Want we varen nu heel mooi voor het stadsfront. Nou, er zitten dus nu meerdere mensen hier op de boot. Dus ik zou zeggen, barst los. Nou, de reisbeden mensen. Ik u nazie en u nazende met mijn 5 vingeren 55 engelen. God mogen gezond weer huiswaarts u zenden. Open zij u de golvenpoort, veilig zij u het waterspoor. Vrede zij u op uw voetpad, opdat u mogen gevallen. Voorspoed, welvaart en vrede. Nu gaan we niet zingen. Nee, nu gaan we niet zingen. Maar het is wel een mooie gedachte voor de dag voor iedereen eigenlijk. Kijk. Top? Applaus. Yeah. Volgens mij gaan we nu ook... Het vlag hijsen? Nee. Oh. Het zeil laten zakken. Dat bedoel ik eigenlijk, ja.
Dat vind ik trouwens ook wel leuk, want dat hebben we nog helemaal niet echt omschreven. Het is natuurlijk echt een zwarte boot. Want ik kon me van het voorrecht helemaal niet zo goed voorstellen hoe die de boot eruit zag. Het is een zwarte boot en hij is ook best wel hoog trouwens. Ja, zeker. De mast is zo'n 20 meter, 21 meter hoog. Een Douglas spar. Het schip zelf is 20 meter, bijna 20 meter lang, 8 meter breed. Het is bijna allemaal eikenhout. Is het ook allemaal meegenomen van toen? Want deze boot is min of meer natuurlijk nagebouwd. Dat zeil ziet er bijvoorbeeld best wel oud uit als ik dat zo zie. Nee, maar het zijn natuurlijk wel vrij nieuwe zeilen en ook nieuwere stoffen. Gewoon voor de duurzaamheid. Ja? Ze laten nu de touwen los. Kijk. Ja. Hier bij de koggen is het, als je het zeil laat vallen, dan kunnen we ermee zeilen. Want het is niet, en als we stoppen, dan hijsen we hem weer omhoog. Maar het zijn 7 touwen die je daarvoor nodig hebt om hem te zetten. Ik ga eens even naar de kapitein toe lopen. Schipper, mag ik overvaren? Ja, jullie mogen meevaren vandaag. Het lijkt me best wel een taak, zo'n schip besturen. Ja, de techniek tegenwoordig is een beetje anders dan vroeger. Ja. Ja, want je hebt dus nu zo'n paal in je hand. Daarmee ga je van links naar rechts. Dit is het stuur. Ja. Dit is de joystick uit de 15e eeuw. Wat drijft jou, leuke woordspeling, om dit vrijwilligerswerk te doen? Ja, ik heb meer dan een halve eeuw op allerlei waterwegen gevaren. En een paar jaar geleden toen kwam de Kogge bij ons in Zutphen. Want wij wonen in Zutphen. De Hansesteden allemaal. Een van de Hansesteden. Ja. En nu ben ik de Zutphense schipper van de Kamper Kogge. Hoe zie jij de toekomst eigenlijk van de Kamper Kogge? We hopen eigenlijk een beetje dat als straks de IJsselkogge klaar is met conserveren in Lelystad, dat hij wel richting Kampen komt. En stiekem hebben we de droom om hem dan toch ook de IJsselkogge te reconstrueren, zodat we hier 2 varende schepen kunnen hebben. En dan eentje kan in de haven liggen, altijd toegankelijk. En de ander te varen naar evenementen en voor daggasten. En verder, we zijn heel erg bezig op de werf met alle partijen die hier zitten en met de gemeente, vooral in provincie, om het een beetje nog aantrekkelijker te maken. Dus er wordt wat heen en weer geschoven en daar gebeurt gewoon heel veel. En daar zijn heel veel mooie kansen voor een IT erfgoedcentrum, waarbij zowel de Hansetijd aan bod komt als het visserijverleden, als ook het schokkerverleden. Met de campagne Verpakkingsvrij, het hoeft niet ingewikkeld, roept Rova consumenten op om meer verpakkingsvrije producten te kopen. Verpakkingsvrije winkels krijgen een sticker uitgereikt met de slogan erop. Frank Food kreeg als eerste die sticker. Wij gingen er langs en spraken met de eigenaar Olaf Heijnen. Ja, duurzaamheid is echt de rode draad in ons bedrijf. De hele bedrijf is daarop gebaseerd. Dus elke beslissing die we nemen we op basis ook van die duurzaamheid. Omdat we alles vers hebben, ligt hier alles ook echt vers in de schappen. Niet voorgesneden, dus wij doen niet 's ochtends vroeg alle broden alvast voorsnijden in plastic. Dat doen we niet, alles ligt hier gewoon vers. Dat betekent dat je als consument zelf eigenlijk kunt bepalen hoe je het mee wil hebben. Neem je eigen bakje mee, je eigen zakje mee, of gebruik je van ons papier of plastic. Of koop je bij ons een katoenen zak voor je brood. Bij Frank kun je al een aantal jaar verpakkingsvrije producten kopen. Wat betekent deze sticker dan nog voor het bedrijf? Ja, zo'n sticker is er eventjes wat extra aandacht voor het verhaal duurzaamheid. En dan met name in dit geval voor de verpakkingen. Nou, dat merken we meteen. Dat klanten en consumenten komen vragen. Er komen mensen van buiten af binnenlopen omdat ze vragen hoe werkt het? Hoe kan ik een bijdrage leveren? We hadden een moeder die kwam binnenlopen, want haar zoontje die wou per se geen plastic meer verpakt hebben. Dus die kwam hier vragen van hoe moet ik dat doen? Nou, dat kunnen we allemaal vertellen en uitleggen en laten zien. Met deze campagne wil Rova verpakkingsverspilling verminderen. Waarom is het verbruik van verpakkingen een probleem? Het mes snijdt eigenlijk met deze campagne aan 2 kanten. Aan de ene kant zie je dat als je bewust bezig gaat met verpakkingen, dus als je zelf goed gaat kijken van hoe kan ik zo min mogelijk verpakkingen verbruiken, dan merk je dat je wat sneller vers producten gaat halen. Het tweede wat je hebt is dat je gewoon veel minder afval produceert. En dat afval moet ook allemaal gemaakt worden en daar weer verwerkt worden. Ja. En dat is natuurlijk gewoon zonde. Heijnen merkt dat er steeds meer mensen verpakkingsvrije producten willen kopen. Hij ziet dit als een positieve ontwikkeling. Eigenlijk zien we dat mensen gewoon steeds bewuster leven. Dat gebeurt overal om ons heen. Ja. Zelfs mensen die gewend zijn om altijd kilokrallen te kopen, die zie je nou wat minder vaak de kilokrallen kopen. En dat zijn de stappen die je nodig hebt. Kleine stapjes. Als iedereen een klein stapje doet, dan is het al goed. Begin deze week was het de Nationale Dag van het Handenwassen. Op deze dag wordt vooral de nadruk gelegd op ontwikkelingslanden die niet voorzien zijn van de sanitaire voorzieningen die wij hier in Nederland wel hebben. Ook al hebben wij de voorzieningen, maken wij hier niet optimaal gebruik van. Maak je handen maar nat, want onze verslaggever Frank Keizer dook in de wereld van het handenwassen.
handen wassen. Eén van de belangrijkste handelingen om bacteriën en virussen tegen te gaan. Je doet het voor het eten, na het eten, gewoon omdat je handen smerig zijn of na het plassen. Maar gebeurt dit altijd? Hoe vaak per dag? Oh, dan ga ik heel vies doen. Volgens mij helemaal niet vaak genoeg. Ik denk echt 2 keer of 3 keer per dag. Niet altijd na plassen, sorry. Sowieso elke keer als ik naar de wc ga. Ik vind dat echt heel vies als mensen dat niet doen. Maar ik heb geen smetvrees of zo. Maar ik vind, net als ik vind mensen handen geven, vind ik ook altijd vies. Meestal als ik naar de wc ben geweest. Net niet altijd. Ja, als mijn handen vies zijn, dan was ik ze. Maar elke keer als ik naar de wc ben geweest... Toch wel gek eigenlijk. Handen wassen doen we dagelijks en heeft gevolgen wanneer het vergeten wordt. Was jij je handen wel op de juiste manier? Voor het eten en na het plassen gaan we handen wassen, handen wassen. Wrijf je handen tegen elkaar, nog even wat zeep en dan ben je klaar. Wie kan dat beter uitleggen dan een docent verpleegkunde? En wat heel belangrijk is, is dat je vanaf de polsen... Tot en met je vingertoppen eigenlijk elk stuk huid goed wast. En als je normaal handen wast en je zou onder de lamp bijvoorbeeld iets kunnen zichtbaar maken... dan zien we dat bepaalde onderdelen, zoals bij de muis van de hand... Of bij de knokkels, dat daar micro-organismen blijven zitten. Dus de aandacht zit meer in zorgvuldig alle onderdelen van hand en pols goed wassen. Handen wassen. Voor iedereen die nu nog niet weet hoe ze hun handen moeten wassen, kun je altijd even luisteren naar het nummer van Dirk Schelen. En over muziek gesproken... Geschiedenis en muziek in een evenement. History in Concert bouwde de brug. Onder leiding van Matthijs van Nieuwkerk was er een avondvullend programma in de grote zaal van Tivoli Vredenburg met onder andere Blauwtsoen, Zwart Licht en Ellen ten Damme. In de foyer rondom de zaal stonden diverse musea uit alle windrichtingen met verschillende leuke activiteiten. Onze verslaggever Gelies Tijmens ging een kijkje nemen samen met Elisabeth Wiesner. Het eerste eigenlijk wat me opvalt als we hier de foyer in binnenkomen, is dat ik al 2 mensen die zitten in eigenlijk authentieke kleding. En dat had ik eigenlijk al niet verwacht. Ja, ik wil me nergens mee bemoeien, maar wat is het plan hier eigenlijk? We gaan lekker vuur maken, midden in Tivoli. Heb jij er ook toestemming voor? Of, Zeker, zeker. Ja, het wordt een heel klein vuurtje, want eigenlijk wat we proberen is van een vonkje een heel klein vlammetje te maken. Maar als straks Tivoli in de hand staat, dan is het de schuld van het Hunebed Centrum. Nou, laten we het maar niet opgooien. Ik zit boven de sprinklers, dus het komt helemaal goed. Het thema dit jaar is opstand. Nou, we hebben 50 kanonvensters, het belangrijkste onderwerp uit de Nederlandse geschiedenis. En daar hebben we eigenlijk gekeken van nou, welke tijdsvakken hebben iets met opstand te maken. Hè, kan dat een opstandige vrouw zijn of slavernij en daar een opstand tegen. Of de koloniale achtergrond of de beeldenstorm en Willem van Oranje. Daar zijn artiesten aangesproken en hebben gevraagd van nou, kunnen we die artiesten koppelen aan een venster waar ze wat mee hebben. Zo hebben we Blauwtsoen gevraagd. Die heeft een Indische achtergrond om over Indonesië wat te gaan doen. En die gaat dus ook met de Kroncong Band optreden. Dat is het traditionele volkmuziek uit Indonesië. En daarvoor worden ze ook steeds geïnterviewd over hun persoonlijke band. Want uiteindelijk gaat geschiedenis over je persoonlijke band daarmee. Je kunt een heel verhaal vertellen, maar uiteindelijk gaat het ook vaak van je eigen gevoel met dat onderwerp. Zullen we gaan lopen? Ja. Ja, ik zie hier allemaal ronde dingen en ik zie een vrouw er doorheen kijken. Maar wat is het precies wat je mee hebt? Het is een telescoopje. Voor mij heel handig, want ik ben niet zo heel groot. Dus dan kan ik bij een concert toch nog wat zien. Denk je dat dit nog een keer vaker gebeurt? En ga je dan ook wat meer op studenten inspelen misschien? Ja, we willen zeker dit een jaarlijks terugkomend evenement van maken. Maar wat we bijvoorbeeld wel al hebben gedaan dit jaar is bijvoorbeeld... Je hebt een club, jonghistorici.nl. Die hebben bijvoorbeeld benaderd van nou, zouden we niet een kortingsactie met jullie kunnen doen? We hebben heel bewust CJP erbij betrokken, zodat we een laag tarief konden aanbieden. Maar we zijn ook nog wel van plan om de volgende keer wat meer de universiteiten ook te benaderen of hogescholen en te kijken van nou kunnen we niet speciale kortingsacties ook voor studenten doen. Juist omdat dat zijn de mensen die we binnen willen krijgen. Ik denk dat ik zo op zoek ga naar de grote zaal. Wat kan ik het makkelijkste doen? Hier gooi in. De presentator vanavond is Matthijs van Nieuwkerk. Zoals we weten heeft Matthijs van Nieuwkerk.
Matthijs, wat vind je eigenlijk van de combinatie dus van musea en muziek? Nou, ik weet nu sinds een uurtje wat het ongeveer inhoudt. En ik heb geweldige muziek gehoord en aardige verhalen over musea. Dus volgens mij lijkt het een redelijk goede combi. Steeds meer Nederlandse musea maken gebruik van beeld en geluid. Op welke manier doen ze dat eigenlijk? En maakt de technologie een museum ook aantrekkelijker voor bijvoorbeeld jongeren? Sebastiaan Vakka ging langs in het Scheepsvaartmuseum in Amsterdam. Het voelt een beetje alsof we gehersenspoeld gaan worden. Ja, ik vind het ook een beetje eng. Ziet iedereen het scherm dat u aan boord bent van het schip? Ja. Veel plezier, enjoy. We hebben net de brillen opgezet. En ik zit hier nu met een virtual reality bril op mijn hoofd. Oh, en we gaan de lucht in. Om ons heen zien we een enorme zee met alle schepen. En we zitten nu ook boven het VOC-schip. Aan de linkerkant zie ik meeuwen langs mij vliegen. En we duiken naar beneden. Het is een fantastisch uitzicht. En we gaan langs het originele Scheepsvaartmuseum in de oude boot. Ik kijk nu richting de mast. En op de mast zit op dit moment een persoon. Ik volg die persoon door met mijn stoel te draaien. Ik loop heel even naar de begeleider toe. Hoe lang doen jullie dit nu al in het Scheepsvaartmuseum? Sinds ik hier werk, dus dat is ongeveer sinds vorig jaar december. Okay. Ja. En wat voor toevoeging heeft het? Ja, ik denk dat het toch wel goed is om wat meer zeg maar, van dit tijdperk in musea te stoppen. Want het gaat natuurlijk vooral over geschiedenis meestal bij museum. En dit is dan weer juist geschiedenis plus wat nu is. Combined. Naast de virtual reality speelt het Scheepsvaartmuseum nog veel meer met beeld en geluid. Zo ook in het nagebouwde VOC-schip dat in de haven ligt. Ja, het ruikt muffig. Dat is echt heel muffig. Wij stonden net in de kajuit beneden en er is een soort van simulator gecreëerd met geluiden uit de tijd dat het schip nog operatief was. We lopen nu de Westweg hoor. En we komen binnenlopen en voor ons staat een scherm. En wij zien op dat scherm Waldemar Torrestra, een bekende Nederlandse acteur. En die is aan het uitleggen over wat er eigenlijk hier allemaal gebeurt. En naast hem staan mensen in klederdracht. Ik ben even naast een mevrouw gaan staan met drie kinderen. Okay. Gaat u vaker naar musea? Ja, we gaan wel vaker. Niet zo heel vaak, hoor. En vindt u het belangrijk dat kinderen naar musea gaan? Ja, ik vind dat wel belangrijk, ja. Ja. En waarom? Omdat je hier makkelijker door beeld en geluid ook kan zien. Ze kunnen gewoon beter leren op deze manier dan als ik het samen vertel. Nou, dan ga ik even naar de jongens toe. Wat heb je net gedaan naar Cas, wat jullie leuk vonden? Kijken hoe lang het duurde om van Nijmegen naar Amsterdam te gaan. Ja, Amsterdam. Oké, okay, en op welke manier hebben jullie dat gedaan? Met de boot en de koets. En maakt dat het leuker dan gewoon het uit een boek lezen? Ja. Nou, dan wens ik jullie nog een hele fijne dag vandaag. Geniet ervan. Sebastiaan heeft zo te horen een heel avontuur meegemaakt in het Scheepvaartmuseum. En daarmee sluiten we af. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.